I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Jessie Silver, dit is een nieuwe stoel. Ja! Hebben wij goed gedaan. Kom. Nou ja, heb jij goed gedaan in dit geval. Heerlijk in. Je hebt hem mooi in elkaar gezet. Ah. Super tof kleur. En kijk hem eens even zitten, jongens. Zo. Die kapsel werkt natuurlijk fantastisch. Dit is echt relaxed dat hij gewoon op ooghoogte zit. Ja. Echt chill, hè? Ja. Leuke stoel. Mooie kleur. Ja, stokken, triptrapstoel. Oh. Oh. Ah. Dit, ja, dit. Goed zo. René die is bang dat de rode kleur gelijk in het witte tafelblad gaat zitten. Dus vandaar dat dit ding erop ligt. Ja, hij heeft hier nu al een beetje. Ja, volgens mij is het gewoon af te doen. Ja. Maar kan geen kwaad. En hij heeft er iets leuks om naar te kijken en om mee te spelen. Alles wat je neerlegt, dat doet hij gelijk in zijn mond. In zijn mond, ja. 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 Maar je snapt wel dat als dit direct een beetje onder zit en hij is met het ding aan het spelen en hij vliegt eraf en dan vliegt het ding op de bank, dat je dan een vlek hebt in de bank. Just saying. En hij vindt het weer om te spullen zo te zien. We hebben lekker bij oma in de tuin gelegen, in de zon. Lekker. We hebben heel veel gefilmd. Niet. Maar het was wel gezellig. Lekker bakje gedaan, lekker gekletst. En ik heb verteld wat we 1 september gaan doen. Ah, dus mijn moeder weet het. Je moeder weet het. Ja. En ik ben natuurlijk nog aan het koken, dus daar ga ik ook eventjes naartoe. Oh nee, daar ga ik niet. Want, want we hebben een... Beetje zo doen, zo natuurlijk. Hè. Lekker uitje karamelliseren. Maar we hebben vandaag broccoli met een lekkere salade met bonen en kip shawarma. Kip shawarma. Maar jij moet zo weg, hè? Ik moet zo. Ja, dus ik ga even de camera wegleggen en opschieten, want dan kun jij gaan sporten. Want ik ben zo goed bezig. Zo, dat gaat helemaal goed hier. We hebben er weer een zootje van gemaakt. Ja, dat is Reggie, inderdaad. Ja. Ja. Maar heb je er zelf nog wat op te zeggen? Of vind je het allemaal wel best? Hè? Ik denk dat Mo en Reggie wel in de gaten gaan hebben dat als Jessie gaat zitten eten, dat er nog wel eens wat gaat vallen. Ja, precies. Ik denk dat ze er vrij snel door gaan hebben. Knappie. 6.5 hours later. Goedenavond. Wij gaan vandaag voor het eerst een klein broekje proberen. Nu heb ik dus bij de Appie heb ik deze vandaan van de Blue Band een hele lekkere spread gevonden. Ik heb hem zelf ook even geproefd. En dat is de abrikoos en pompoen. En dat is eigenlijk onder andere voor kindjes heel erg geschikt. Ze hebben ook nog andere smaakjes. Maar we gaan deze gewoon even proberen. Omdat we hem willen proberen om te kijken of je uiteindelijk natuurlijk kan gaan afbouwen naar een fles minder. Dus we gaan eens even kijken hoe die het doet. We gaan een heel klein stukje proberen. Dat is pretty cool. Het is geweldig dat je hem hier kon krijgen. Ook even voor papa filmen eigenlijk, hè? Papa is er nou niet bij. Ik zeg geslaagd. We gaan even rustig verder het broodje eten. Goedenavond. Het is vandaag zondag en dat betekent cheat day. Ik ben al de hele tijd goed bezig. Ik ben aan het sporten zoals jullie weten. Op mijn eten aan het letten. Ik doe aan intermittent fasting. Dat houdt in dat ik in blokken eet. En in mijn geval blokken van 10.
soms hou ik hem maar een 8. Dus dat betekent dat ik om 12 uur begin met eten en hooguit na 8 uur dus stop en dan niks meer eet. En één keer in de week is dus cheat day en dat is vandaag. Nu heb ik niet zozeer heel erg behoefte aan snoep en chocola, dat soort dingen, maar gewoon een lekkere maaltijd die ik normaal niet zou mogen nemen. En dat is pizza. Oh, ik vind deze zo lekker, hè? Dit is een Boston pizza. En Sergio is helaas aan het werk, maar daar heb ik poffertjes voor gehaald voor vanavond. En we hebben toch ook even koekjes. Chocoladekoekjes, gewoon even met een lekkere crunch. Ik ben zo benieuwd, want donderdag is het de dag dat we het vet weer op gaan meten. En we gaan kijken hoeveel ik ben afgevallen. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Maar vandaag gaan we daar niet aan denken en gaan we lekker genieten. Pizza! Pizza. Pizza! Ja, je hebt wat nieuws uitgevonden, hè? Jij kan zo... Is dat leuk? Is dat mooi? Is dat mooi, schat? Wil je ook proberen? Wil jij het ook proberen? Kom eens hier. Kom maar. Laat maar los. Naar de kant. Doe maar zo. Ja, zo. Oh. Doe maar. Is dat leuk? Nee, nee. Glas. Jesse Silver. Ja! Doe maar. Ja. Nou, ik denk wel dat het een muzikaal talent is. Toch? Ga je laten instrumenten spelen? Ga je laten instrumenten spelen? Weet je wat? Ga je zingen? Of ga je trompet spelen? Of gitaar? Of piano? Of ga je misschien harp spelen? Oh, dat is een nieuw instrument. Dat vind ik ook wel gaaf. Ja, tof? Ja. Of ga je een scheetinstrument spelen? Dat kan ook natuurlijk, hè? Een hele goede morgen. Oef, wat is het vroeg, jongens. Oh, 4:15. Die vroege diensten die zijn een killing. Maar goed. Ik neem lekker poffertjes mee naar mijn werk. Want het was gisteren zo laat dat ik gisteren niet meer aan toe ben gekomen om te cheaten. Dus ik ga gewoon lekker mijn werk doen. Laatste dag, jongens. Laatste dag met de mini. En nou ja, laatste dag, niet eens laatste dag, half dag. We gaan vandaag de auto halen. Yeah! Pak! Toe! Dat is bijna de F. Heel veel zin in, echt heel veel zin in. Ja, het is eerst nog eventjes even werken. En dan een nieuwe auto halen. Dat is echt onwijs veel zin in. Oh my god. Een hele goede morgen! Want daar is de dag van de nieuwe auto! Yes! Oh, finally. Echt zoveel zin in. Oh. Maar ook wel een beetje emotioneel. Want ja, we gaan ook mijn mini inruilen. En ja, dat is toch wel mijn allereerste autootje.
En ik wilde zo graag een mini. En ik heb er ook echt wel heel veel plezier van gehad, moet ik zeggen. En ja, ik vond hem gewoon super kicken altijd. Alleen ja, it's an old lady. En ze heeft haar service goed verleend. Maar ja, ze mag met pensioen. Dus we gaan die nieuwe auto halen vandaag. En ik heb zoveel zin in. Maar we wachten natuurlijk eerst op Sergio. Die dan klaar is met werken. En de cheat day is weer voorbij. Het was lekker gisteren. Helaas kon ik het niet meer verder doen met Sergio. Want die was heel laat thuis van werk. En dus we beginnen weer met de goede gewoontes. En in dit geval is dat ook weer pas eten rond 11 à 12 uur. Hoe? En op zondag en maandag probeer ik altijd voordat ik ga eten iets te doen. Dus bijvoorbeeld op wandelen. En in dit geval zie ik het alweer regenen. Daar heb ik er helemaal geen zin in. Dus ik heb besloten om thuis een HIIT trainingje te gaan doen. Een high intensity interval training. En daar heb ik een appje voor. Ja, je hebt geen getruipen, hè, Mattie? En het heet 7MWC. Ik weet niet waar het voor staat. Maakt het niet uit. Maar die heeft in ieder geval een training van 7 minuten. En zoveel mogelijk in een minuut telkens. Dus dat gaan we doen. Have this feeling. Haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping. Caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. We gaan de nieuwe auto ophalen en dat betekent dus ook de laatste keer naar mijn mini. Waar staat hij? Wat een ruk weer. Bah. Pas op die witte auto. Rij hem nou niet in de praxe die laatste meters, hè. Jongen, jongen, jongen. Valt het? Het nou, hé, hey, dan ga je wel... ja, dat weet ik niet. Wat er dan gebeurt. Ja. Nou, dan kunnen we nog wat bijbetalen, denk ik. Ja. Emotioneel moment. Ja. Ah, joh. Ik heb er heel lang van kunnen genieten. En nu is het tijd om van iets nieuws te genieten. Dat is waar. En oh, wat gaan wij genieten. Ja, toch? Zeker weten. Ik ben zo blij. Het regent wel, dat is wel jammer, maar... Ja, dat is een beetje jammer. Maar niet meer de gedoe met Jess's stoel en alle spullen die we aan ons tetteren moeten krijgen. Zo, echt, hè? Ja. Over het algemeen was het nooit een probleem. Nu op zich ook niet, want het past allemaal, maar... Het past wel, maar ja, het in- en eruit halen is gewoon gedoe en... Je kan niet een extra persoon meenemen. We hebben ook een dagje ouder, dus dan het klimmen en klauteren is allemaal niet goed voor mijn rug. Jij. Want jij ook.
Ja. Die bus die zit me even te kussen. Oh, ja, ja, komt hij erdoor? Komt hij erdoor? Weet je niet hoor, maar we mogen hier maar 80. Hallo! Wat een. Ja, je staat op camera, zie je dat? Ja. Kom maar lekker een kusje geven dan. Zou je het zien? Ja, het is wel afstand, hè? Nee, ik ga dan wel naar rechts. Rechts langs. Nou, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Bedankt en we komen snel terug. Godzijdank. Dat was me een dagje wel zeg. Nou, de auto is opgehaald. We zijn inmiddels thuis. Maar ja, het was een beetje chaotisch. Maar we zijn dus in de haast de clipper vergeten van de slangboom in de oude auto. Dat heeft nu als het goed is. Ja, buurman. Kneuzen af en toe. Buurman in onze brievenbus gedaan en dan kunnen wij in ieder geval binnen. En dan doen wij hem weer in de brievenbus van de buurman, zodat hij in ieder geval zijn ding terug heeft. En dan kunnen wij morgen eventjes even nog dat klippertje gaan halen. Hopelijk hebben ze hem nog. Nou, zitten we dan met het klikken van de buurman. Ja. Oh jee, oh jee. Steeds om open nu. Dank u vriendelijk. Zullen we nu nog zorgen dat we klikken weer terug hebben morgen, want anders kunnen we alleen maar wegrijden. Lekker. Niet gedurfd zonder camera. Zo, we zijn weer thuis. Wop. Oh, zo blij met z'n nieuw auto. Ja, echt hè. Nee. Gefeliciteerd. Met ons nieuwe gezinslid. Super dik. Ja. We hebben er hard voor gewerkt. En jij hebt er goed voor gespaard. En nou kunnen we ervan genieten. Wij gaan lekker naar binnen alle spulletjes pakken, want het is alweer laat. Ik ben kapot. Dus, vond je dit een toffe vlog? Duimpje omhoog. Even een spelletje aanzetten voor alle vlogs mee te krijgen. Ja, even te abonneren natuurlijk. Te abonneren. En dan zien we jou de volgende keer. Ciao. Ciao.